Oké, Handboven, we doen eerst een opwarming. Met zo'n 250 zijn ze, de werknemers van het UZ, die even zijn weggeglipt om samen de Jeruzalemma Challenge te doen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en 4. Er had iemand een post gedaan op onze interne Facebookpagina van het UZ. Met eigenlijk de challenge erop van Jeruzalemma. En zei, oh ja, dat zou toch misschien wel een tof idee zijn voor dat te doen. En hadden er heel veel mensen op gereageerd. Ik was eigenlijk wel verwonderd om te zien dat er zoveel volk eigenlijk op afkwam. 1, 2, 3. Ze krijgen een half uurtje om de dans in te studeren. De een is er al iets sneller mee weg dan de ander. En dan is het voor echt. Iedereen smijt zich, ook hoofdarts Frank Vermassen. Ik ben natuurlijk niet een van de jongste. Ik dans niet zoveel meer. Maar ik heb mijn best gedaan. Hij wilde absoluut zelf meedoen om zijn dankbaarheid te tonen naar zijn personeel dat de voorbije maanden zo hard gewerkt heeft. Ja, het is werkelijk een geweldig succes dat hartverwarmend is voor iedereen. Bewijst nog eens het enthousiasme en de dynamiek die leeft in het ziekenhuis. En de samenhorigheid die toch ook wel een stukje de voorbije crisis meegebracht heeft. En het is een bewijs dat de mensen echt inderdaad nood hebben aan dergelijke initiatieven om die samenhorigheid te uiten. In 2020 is al zo'n lastig jaar geweest. Het is nog een keer een gevoel van samenhorigheid. Een keer is iets positiefs. Het is een trend. Waarom niet? Dat laat ons volledig op. Ja. Yes. Big applause for you.